Dus is dat gewoon uw bentrad op? Zet u gewoon uw bentrad op? Tot ongeveer het punt waar dat Laat maar zo'n grote... Nee, de binnenkant. Je hebt binnenkant zeilen aan gewild. Dus dat de voorkant van het oog in rij staat met de achterkant van het haakoog. Ik ben dat altijd zo'n beetje schuin in, met een wikkeling of die, omdat ik ze hem dan kan rechtzetten. En op die manier krijg ik al een klein beetje spanning op mijn oogje. En dan verder, wikkeling of die kant, wikkeling of die, en dan onder, erboven, eronder, erboven. Eronder, erboven, eronder, erboven. Dus in feite, wat doet je nu? Door dat zo vast te leggen, krijg je langs weeskant een brug. En als je er een paar gemaakt hebt, dan blijf je alleen boven je haak. En kun je die eigenlijk, die draadjes die daar zitten, kun je die opspannen. Oké. Dan gaan we met je bentraad een klein beetje naar terug. Kijk totdat hij mooi recht staat. Door gewoon een keer uit de vijs te halen en plat te leggen. En hij stopt ongeveer halverwege de haak. Halverwege de haakstiel. Nu, ik weet niet of dat jullie veel met marabou werken. Of dat een beetje... Lapin. Maar als konijn loskomt, dan komt hij rap los, hé.
zwart. Dus wat doe ik? Ik neem dat altijd tussen mijn twee vingers. Zie je? Dan neem ik dat zo vast. Neem een schaar. Snijd dat er langs de steel af. Trek dat hier weg. Maak die twee vingertop nat. En duw dat zo samen. En op die manier hebben we dat direct goed vast. We gaan nu kijken welke lengte we ongeveer willen hebben. Dus dat zal ongeveer een stuk trap mogen. Nooit knippen in marabou, altijd met je vingers aftrekken. Dus ik kijk dan naar de lengte die ik wil hebben, dus dat is ongeveer zoiets. En ik knip altijd mijn marabou af, voordat ik hem inneem. Ik ga nu naar voren gaan. Terug naar voren gaan, ik leg dat hier nu vast. Ik werk dan naar achter. Nu ga ik mijn marabou lichtjes opheffen en lichtjes naar mij toetrekken. Zodanig met de wikkeling die ik ga leggen, gaat hij juist in het centrum komen van de vlieg. Ik ga er eenmaal onder gaan, met mijn bindraad. En kom terug naar voren. In principe, als je ze maakt, maak je ze iets langer. En dan zegt hij, ja, ik ben aan het water en mijn vlieg is te lang. Dan doe je dat en dan een kortere vlieg. Als ik nu naar het water kom en ik zeg, ik wil ze een beetje langer hebben, gaat dat niet meer. Ik denk dat dat duidelijk is. Neem dan een stukje dat is Zweedische nemen. Ik heb er nog niet veel van nodig. Binnen dat in. Tot op het punt. Naar voren gaan. Wikkelen. Best was. En afbinden. Ja, in ieder geval.